Na deze mooie reacties van de mensen in Landert op straat, over naar de volgende beelden in ons jaarjournaal. Vandaag is deze ruimte volledig bezet door sportmensen die in 2009 nationaal kampioen zijn geworden. Mannen en vrouwen die zich de beste van Nederland mogen noemen in hun sportonderdeel. Door veel trainingen en de nodige inspanningen, soms dagelijks, hebben zij hun succes bereikt. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I had my shells and kicked in my face, but I've come through. We are the champions, my friend. And everything that goes with, I think you are. But it has been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before. School De Regenboog in Schaik is gereed. Op 1 maart was de eerste schooldag voor de kinderen. In 2008 werd de bouw op spectaculaire wijze gestart. Improviseren heet dat met een mooi woord. We moeten het ook allemaal nog uitproberen. Het is allemaal nieuw. Kan ik stellen dat hier een zeer tevreden directeur staat? Nou, eerste schooldag. We zijn allemaal blij en ik ben als directeur ook ontzettend blij dat we eindelijk zover zijn dat we hier kunnen beginnen. Eén dag voor de dag waarop wij in Nederland de verjaardag van onze koningin vieren. Zij geeft op 29 april uiting aan de dank die verschuldigd is aan vrouwen en mannen die zich op bijzondere manier verdienstelijk maken ten behoeve van de samenleving. Vandaag zal koninklijke waardering voor deze inzet ook in onze gemeente Landert een aantal inwoners ten deel vallen. Mevrouw Theodora Gerarda Maria van Boekel-Kouwenberg, ofwel Thea. Dank u wel. En u ook gefeliciteerd met u. Antonius Hubertus Aloysius van Boekel, ofwel Tonny, van harte gefeliciteerd.
Arnolda, Ardina, Maria van Dijk, Geurts van Kessel, ofwel Nolly. En gefeliciteerd. Dominicus Lambertus Vos, voor de armste in India. Het is heel mooi. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Van harte verdiend. Goh, geweldig. Ja, Hendrikus. Heel veel gedaan. Nicolaas, Gabriel, Maria Boot. Zo. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. Dank u wel. En mevrouw Boot, voor u de bloemen. Pieter Robert de Waard. Staat mooi. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Dus welverdiend. Dank u wel. Hartelijk bedankt voor uw inzet en de ondersteuning. Nico Johannes Hofmans. Hartelijk dank daarvoor dat hij de ruimte krijgt om dat steeds te mogen doen. Cornelis, Petrus, Maria van Dongen. Het komt eentje van de dag van tevoren worden. Mag ik je eerst feliciteren, Kees, met deze onderscheiding? Ja. Dankjewel. Verdiend. En die gaan naar Maria. Hartelijk dank voor jouw inzet en ook de steun die Kees steeds van jou krijgt. Johannes, Peter, Maria van Rossen. Al uw verdiensten zijn niet ongemerkt gebleven. Ja, dat klopt ook een beetje voor de foto, Jan. Hartelijk dank voor de tijd die Jan krijgt om dit alles mogelijk te kunnen maken. Egbertus, Antonius, Jozef, Maria van Hout. Hartelijk dank voor jouw inzet de afgelopen tijd en ik hoop dat jullie nog lang mogen doorgaan. Dankjewel. Staat keurig dient. Martinus, Gerardus, Maria Verstraten. Zo, dat komt er zo overheen. Oké. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Johannes, Wilhelmus, Martinus van Breda. Martinus, Theodorus, Petrus, Maria Verstegen. Franciscus Marius Andreas Schoppema. Johannes. Egbertus. En natuurlijk Maria van den Brand. Johan, Antonius, Lambertus van As. Waar je weer bent. En ook even een speciaal woord van welkom aan Lander TV. Ik vind het altijd wel heel fijn als die één keer per jaar ook aandacht aan onze activiteiten besteden. Dat is goed voor de PR. Vandaag hebben wij te gast het Simoens trio, bestaande uit Katrijn Veerle en Ann Simoens. De Schaikse amateurschilders lieten tijdens hun jaarlijkse expositie al haar prachtwerken zien. Alle kunststukken zijn gemaakt door leden van de SAS. Fuik heeft een discoavond gehouden waar hun stoere sporten centraal stonden. Ze stond er een echte crossauto en een quad in de piramide in Schaik. Ik sta hier in discotheek de Fuik, waar elke week een disco wordt gehouden.
Deze week is er iets speciaals, want nu is het een teken van sport. En er is er ook een autocoureur. En alle kinderen kunnen hier pingpongen of korfballen. LFM bestaat dit jaar 5 jaar. Dat werd op 27 februari gevierd met een marathonuitzending en 's avonds een feest. Ja, en naast mij zit mevrouw Doorn, de burgemeester van Landert. En allereerst natuurlijk hartelijk welkom en ook namens ons bedankt voor de taart die inmiddels bij ons hier heeft afgeleverd. Nou, eerst wil ik even beginnen met jullie te feliciteren met, met de 5 jaar die jullie nu bezig zijn als radio. Want in de afgelopen 5 jaar hebben jullie wel bewezen dat jullie hier op zijn plek zijn. LFM, het 5 jaar bestaan. Mijn naam is Willemien en de jouwe? En ik ben Geert. Ik ben met Geert. Stichting Carnaval de Smauskes uit Zeeland organiseerde op 7 maart een dansfestival voor dansmagiekes. Er werden maar liefst 45 dansen opgevoerd. In Sportal de Hekel in Zeeland geven vrijwilligers al jarenlang gymles aan mensen met een beperking. Land in Beeld nam een kijkje. Vandaag 28 maart en we staan hier bij de cd-presentatie van Gert van Bokstel, jouw tweede cd, De Gezicht. Tussen Herpen en Zeeland, Bergen en Riek, de Leijen, mooi dorp, het mooist van de streek. Ik heb het leren kennen, heel langzaam on, ik zou er nooit meer weg willen gaan. Tussen Herpen en Zeeland, Bergen en Riek. Basisschool in Omgang hield de jaarlijkse Uit je Kunstdag. Leerlingen van de bovenbouw konden allerlei workshops volgen, waaronder speksteen bewerken, tengelen en zaalvoetballen. Ook LTV bood een workshop aan en dit filmpje dat u nu gaat zien is gemaakt door de leerlingen. Hallo, ik wou vragen, weet u wie met tengelen is begonnen? Nou, wij kwamen vroeger, een jaar of 6 geleden, kwamen wij een leraar tegen uit Os, die daar op middelbaar onderwijs in zijn techniekuren dit soort dingen deed met kinderen van 14, 15 jaar oud. Wie ben je? Ik ben Keren de Grauw. En wat doe je? Tengelen. Vind je het leuk? Ja. En wat ben je nu aan het maken? Ik ben nou iets voor mama aan het maken omdat hij jarig is morgen. Het was een keileuke dag met Landen TV. Ik vond het keileuk. En we hebben er superveel voor bij je opgestoken. Misschien worden we wel de nieuwe cameraploeg van Lander TV. Ik vond het hartstikke leuk en heel erg interessant. Chris Schol heeft tijdens zijn afscheidsreceptie als wethouder de bronzen erelegpenning ontvangen. Hij ontving deze penning namens de gemeente Landert uit handen van burgemeester Doorn voor zijn ambtelijke diensten van de afgelopen jaren. Om die waardering voor jou te benadrukken, mag ik jou namens het gemeentebestuur voor al jouw inzet belonen met het toekennen van de bronzen erelegpenning met oorkonde van de gemeente Landert. En die overhandig ik jou erg graag met natuurlijk ook een hele mooie orchidee voor Dini. De bronzen erelegpenning. Ja, hartstikke leuk. Kijk. Mooi, hè? Kijk. En hier zit een hele mooie oorkonde in, die kan je inlijsten. Oké. Dini, bedankt. Ja. Dank je.